Happy birthday to you. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Mijn wenkbrauwverf, ik vind het zo lelijk. Ik heb overal pukkels. Ik ben fucking wit. Mijn haar ziet er echt gewoon niet uit. Ik heb geen wenkbrauwen meer, dus die ga ik nu ook echt verven. En vandaag ga ik met Isa naar Utrecht. Want ik heb nog geen outfit voor mijn 21 dinner. Ik heb wel iets besteld online, maar de vraag is of dat op tijd binnen gaat komen. En of het me past en staat. Is lekker weer voorbereid. Dus dat gaan we lekker doen vandaag. Wel echt zin in. So, let's go. Wij zijn naar Rotterdam gegaan. Wij nu in Mango. Hakken zoeken, clearen zoeken. Zoveel zoeken. Jij heb ik een vloer. Nou, ik heb dus echt een. Oh, dat heb ik helemaal niet gefilmd. Ik heb gisteren een heel vet outfit gekocht bij Manier de Voir. En het is wit. En ik wil daar een doorzichtige hak bij. En een soort van beige hak. Ik vind dit wel heel mooi. Kijk, nu denk je misschien nee. Maar als je dit aan hebt, is het echt heel gaaf. Het ziet er namelijk wel duur uit met dit en zo. Het ziet er gewoon kei duur uit. Nee, ik vind het niet mooi. Nee, ik vind het gewoon niet mooi. Ja. Wij gaan nog even op zoek, toch? Joe. Wij hebben lekker friet, kipfinger, frikandel. Wij zijn zo blij. Oh my god, ik had net alles opgenomen wat ik gekocht had vandaag in Rotterdam. En toen heb ik het per ongeluk verwijderd, dus ik ga het opnieuw doen. Ik ben thuis, het was fucking leuk. Ik heb bij de Zara, Primark en Bershka dingetjes gekocht. Heatspray is handig als je 7 dagen per week je haar krult. Een mascaraatje van de Essence. Een hele mooie trenchcoat bij de Zara. Deze was in de sale. Ik vind hem eigenlijk een beetje aan de grote kant. Maar ja, een jas hoeft ook niet natuurlijk helemaal op maat te zijn. Maar hij was in de sale. Ik dacht, ja, dan ken ik die nog wel in. Ik vind de kleur ook fucking mooi. Met een uk erbij ook. Ik heb nu deze witte aan. Ja, hier kan in principe alles mee. Ik vind het echt een mega leuke jas. Dan heb ik bij de Bershka dit topje gekocht. Ik zat allemaal te klagen vorige week dat ik geen uitgaanstopjes meer heb. En deze was echt maar 15 euro. Zit het dan zo bij je schouder. Nou, helemaal leuk. Zwart met witte stiksels. Mooi met een leren broekje eronder. En you're good to go. Dit is artikelcode. Dat is volgens mij wel een nieuwe collectie. Dus hij zal er vast nog wel zijn. In een S'je. Deze top bij de Zara ook super mooi. Zit echt heel veel stretch in. Ik denk dat dit viscose is. Het is echt zacht. Ziet er op het eerste ogenblik heel simpel uit. Maar als je hem aan hebt, is het echt. En dan, ik heb dus voor morgen eigenlijk al, of voor 21 eigenlijk al een outfit. Maar bij dat model stond het zo fucking mooi en ik weet niet of dat bij mij ook zo gaat staan. Heel kut, want ik had dus 20 euro verzendkosten betaald omdat het anders niet op tijd binnenkwam. En ik heb dat pak echt al een maand geleden gezien, dus ik had het ook gewoon normaal kunnen bestellen. Maar goed, we hebben het besteld, kom morgen binnen. Maar ik dacht in case dat het niet staat of kut is of whatever, koop ik gewoon nog een backupje. En misschien vind ik het backupje zelfs wel leuker dan dat witte pak. Deze was overigens €22,95. Een nieuwe collectie ook van Zara. Het is dit zwarte pakje. Ik ga hem wat lichter zetten dat het iets beter te zien is. Het is dus een zwart, ja, jumpsuitje eigenlijk. Super strak bij de benen. Het lijkt eigenlijk wel een soort sportpak. Maar
Het is dus heel classy omdat hij hier bij de borst gaat dat joggingpakje door. En dan voor de rest is het allemaal zwart gaas. Dus schijnt het gewoon door. En als je dat met een hakje aandoet. En wellicht voor het begin een blazertje. Is het super mooi. Dit stond echt heel erg sexy. En mijn thema is sexy. En classy en sexy. Dus ik vind het echt fantastisch. Oh ja, nou vergeet ik het trouwens bijna. Ik heb ook nog deze hakjes gekocht. Die waren ook echt maar 19 euro voor onder dat witte pak. Gewoon doorzichtig met zilver. Ja, vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is 12:30, goedemiddag. Dus, ik heb een mental breakdown. Want echt, what the fuck gebeurt er? Ik had nooit pukkels. En ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ik denk dat het komt omdat ik ben gestopt met de pil. Al nu wel eventjes. En nu zijn die hormonen volgens mij helemaal uit mijn lichaam. Maar ik heb echt mega breakouts. En ik heb deze week volgens mij nog niet eens zo heel veel make-up opgehad. Morgen hoef ik ook pas voor het eerst te werken. Dus... echt poriverstoppende make-up heb ik nog niet gedragen. En ik doe mijn skincare de laatste tijd ook gewoon beter dan normaal. Dus I don't get it. Maar goed, life goes on. Ik ga even mijn nagels doen, want uitgroei is massive. En dan moet ik nog een pakketje op de bus doen vandaag. En vanavond ga ik naar de kapper om wat plannen te maken voor mijn haar. Gaan we even kijken wat mogelijk is. Zin in. We zijn druk bezig met de nagels. Maar mijn pakket is binnen van Manier de Var. De bel gaat opnieuw, maar oh my god, ik ben zo blij. Ik ga het zo meteen unboxen. Oké, ik ben even naar goed licht gelopen om dit pakketje uit te pakken. Ik ga hem even zo neerzetten. Ah, ik ben zo zenuwachtig. Dit pakje is zo... fucking mooi. Heel erg anders dan andere kledingstukken. Als in, het is niet een basic jurkje of een basic jumpsuitje. Zo, ik krijg het niet open. Hallo. Oh, oké. Okay. Ja, het is dus een wit setje. Bestaande uit een... Kijk, dit is de, ja, de broek. Oh my god. Het is best wel gewaagd. So keep your judgments not here in the chat. Het is zo'n broek met een soort boxer. Oh, ik heb haakjes hier. Uitkijken dat ik dit niet stuk maak. Ja, je moet het aanzien. En dan heb je hier van die touwen zo bij je taaien. En dan de top is een soort corset. Ik weet niet of dit... Oh ja, kijk. Dit is het corset. Maar daar doe je dan een soort gaasje overheen. Wat dus weer in hetzelfde materiaal is als de broek. Kijk, zoiets. Ja, nu ziet het er echt uit alsof dit een vuilniszak is. Dus ik ga dit gewoon even aandoen. Ik zit nu in de auto. Ik ben onderweg naar Inktshop om menukaarten te gaan drukken voor zaterdag. Maar oh mijn god, ik stapte net de auto in. En in, denk ik, 3 video's terug had ik gezegd dat ik vanuit, maar in ieder geval buiten de wijk, dat er ineens een auto achter me aan kon rijden en me helemaal is gevolgd tot aan mijn huis. En ik stapte dus net in de auto. En diezelfde man met vrouw reed dus langs. En die keek ook echt zo mijn auto in. En ik herkende die auto meteen. Ik heb nu ook het kenteken, want mocht er een kras zitten opeens op deze. I know who it is. Want dat had ik de eerste keer niet gezien. Maar hij reed ook echt letterlijk alleen langs mijn auto. En dan zo het rondje, want ik woon in een rondje, de straat weer uit. Dus die kwam gewoon even checken of zo, maar... Huh? Dit vond ik heel raar. Maar anyways, ik heb je kenteken. Dus I'm safe. Ik
Kijk nou hoe enig mijn menukaartjes zijn geworden. Ik heb als amuse burrata. Dat is die romige kaas. Had Martijn en ik met kerst gemaakt. Dat was echt zo lekker. Dan voorgerecht carpaccio. Tussendoor nog een quiche. Hoofdgerecht lasagne en dan dessert. Tiramisu. Echt zo lekker. Ik heb hier zoveel zin in. Oh ja, heb ik mijn nagels trouwens al laten zien? Volgens mij niet. Kijk hoe mooi dit shimmert. Love it. Ik ben net bij Stem geweest. Wacht even, ik loop even de deur uit en ik heb alles weer in mijn handen. Prachtige salon ook. Het zit dus in Roosendaal en ik heb daar vroeger toen ik een inie mini was altijd mijn haar laten doen. Daarna ben ik bij een ex-schoonmoeder altijd geweest, zeg maar. En nu ga ik weer terug. Dus ik ben heel excited. En we hebben het een en ander besproken. En het gaat gewoon echt gebeuren. Ik ga gewoon mijn haar donker tonen. Dus niet verven, maar tonen eerst. Dan kan je eventueel natuurlijk ook nog terug. Even mezelf wringen tussen deze. Dus fucking leuk. Spannend, excited. En wat we dus willen gaan doen is... En mijn aanzet is best wel donker als in mijn uitgroei. Alleen we wilden het wel nog wat donkerder doen dan dat. En gaan we dat eerst laten zitten, kijk ik aan van oké, vind ik dit leuk? Vind ik dit mooi? En mocht ik het toch te donker vinden, gaan we er nog highlights in zetten. Zodat het iets meer diepte heeft, iets meer spreekt. Maar echt heel veel zin in, heel leuk. En Stan kijkt naar mijn punten, hij zegt oh jee. Ja, het is ook zo dood van al dat stijlen. Dus ik heb 2 producten meegekregen van La Biostatique. Dit spray erin na het wassen. En dan laat je dit masker, doe je dat er overheen en laat je dit 10 minuten intrekken. 1 keer per week, dus dat ga ik doen. Mega fijn. Nu ga ik lekker naar huis. Ik ga op tijd naar bed vanavond, want morgen gaan we richting Den Haag. Dus dat is altijd vroeg de wekker. Ik heb lekker gedoucht en mijn haar met dat masker ingevet. Ik ga lekker slapen. Dan ben ik benieuwd of het morgen een beetje wat gezonder is. Slaap lekker. Ik dacht, ik tik even alle puntjes aan. Het witte is half. Kijk hoe fucking veel. Wat een drama. Goedemorgen. Het is vroeg. Ik ben echt moe. Ik ga me lekker klaarmaken. Dan ga ik richting Den Haag. Ik ben zo blij dat ik deze warme dikke jas heb. Wij zijn nu bij, ik weet niet hoe dat heet, we hebben drankjes gehaald bij Joe & Juice voor een leuke foto. Gaat hij met jouw outfit? Ja, met leuk. Zo! Die is lekker hè? Heel, en hier ja, zit de dadels in. Hier ben ik bang voor, en avocado. Oh, dat proef je wel, oh, avocado. Ben ik bang. Maar het is wel lekker, het is minder zoet. Heel lekker. Oh, het is echt avocado. Lekker. Niet. Banaan proef ik ook. Banaan proef ik. Oh. Ja joh? Ja. Nee, zo zit het je niet. Deze is wel lekker. Die is lekker. De rietjes zijn een beetje mooi aan. Al die lipstick erop. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben onderweg naar Breda, want we hebben een afstudeerstage informatie meeting. Op school, dus daar ga ik nu heen een beetje laat. Dus ik ga opschieten. Ik ben weer thuis en ik maak even lunch. Weer die noedels. En ik heb nu de curry smaak. Ook hot, dus ik ben benieuwd. Oké, let's try. Ze zien er echt zo pittig uit. Oh my god. Wil jij naar buiten? Ja. Mm. Nou, heb je gewoon spijt van dat je zo lang gewacht hebt voordat je het probeert hebt, hè? Ja, ik had zoveel langer kunnen genieten dan dit. Oh. Nou, dit is al de 3e supermarkt waar we naartoe gaan, omdat de burrata-bollen nergens zijn. Dus op hoop van zegen hier wel. Wij zijn op terras, lekker gegeten, lekker drinken.
maar ik ga nu naar huis. Morgen 21. Dan heb ik een gefrituurde kaas, een iced tea, een warm chocolade slagroom en een spaarblauw. Yes, pinnen alsjeblieft. Bij de pinnen? Nee hoor. Wij naar huis. Let's go. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Today is the day. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben nu dus de tafel aan het klaarmaken. Een hele mooie zilver glitterende loper. Die kaars moet ik nog even recht zetten. Maar ik ga nu in ieder geval de tafel helemaal ready maken. Oké, de tafel is helemaal gedekt. Ik vind het zo mooi. Ik ga nu de dingetjes vast voorbereiden. Zijn jullie er klaar voor? Ik ga de camera omdraaien. Check even hoe prachtig. Ik vind het zo ontzettend mooi. Die glitterloper en dan die kandelaar in het midden. Ik vond het dus nog best een uitdaging. Omdat een vierkante tafel wel lastig is om... Of in ieder geval lastiger is om te decoreren dan zo'n lange tafel. Maar ik vind het er zo cute uitzien. Ik heb dus geen naamkaartjes, maar foto's met iedereen. Dat ze weten waar ze zitten. Servetjes heb ik gevouwen als roosjes. Ook zo schattig. Zilveren onderborden. Voor de rest is alles gewoon... zilver, zoals je ziet. Een heel subtiel droog bloemetje hier zo. Ja, dan gewoon van die simpele kaarshoudertjes. Ik wilde ook niet te veel, want anders wordt het wel een beetje heavy allemaal. Ik vind het mooi dat die kandelaar in het midden gewoon de main character is. Ja, ik vind het echt enig. Ik heb er zoveel zin in. Oh mijn god. Kijk nou hoe mooi met die zon... alles glimt. Ik vind het echt zo mooi. Oh my god. Nou ja. Oké. Anyways. Met het eten. Ik heb nu de tomaatjes gesneden die straks bij de burrata moeten. Ik ben het gehakt voor de lasagne nu aan het maken. Echt een freaking grote pan. En ik ga helemaal lekker. Zo. En de lasagneschalen zijn ook ready. Ach jongens. Ik heb er zoveel zin in. Oh my lord. Oké. De make-up is gedaan. Isa gaat straks even mijn haar doen, want ik had een heel erg mooi haarstijltje gezien bij Camille, zo heet ze volgens mij, die serie Emily in Paris. Dus dat gaan we even proberen. En er zijn nog wat dingetjes die ik moet doen beneden, zoals versiering en zo. Dus ik heb even een badjas aangedaan. Oh, en ik ga dat nu eventjes doen. Kijk nou hoe prachtig. Kaarsjes aan. Ach, ik vind het zo leuk. Ik heb er zoveel zin in. Van nog natuurlijke scheiding van jou. Ja. Oké. Wij zijn druk bezig met de haar in de knop. Oh, de haar. Niet grappig. Ik verstond het eigenlijk niet. Ik zijn druk bezig met haar in de knop. Nee, niet grappig. Even kijken. Hier moet niks van losvallen toch? Dit moet gewoon allemaal... Ja, dit moet helemaal strak naar achter, maar... Dat gaat wel lukken. Inderdaad, omdat ik heel veel laagjes heb. Dit echt even je oor. Als het weggaat, moet je het... Dan pak ik het. Moet je het pakken. Zeg, lop. Ga er achteraan. De haren zijn helemaal gelukt. Ik ben zo donker nu. Oh my god. We hebben nog eventjes... Isa is... Oh, niet mij. Isa is nog bezig, maar we hebben ons helemaal... ondergedipt in de Goddess Glow van Sophia May. Wacht, ik wil jou niet erop zetten. Ja, je... Oh ja, nu kan het. En dit is de outfit voor vanavond. Hij is heftig, maar hij is heel erg mooi. Hij komt van Manière de Var. €20 shippingkosten voor betaald. Maar goed, het is het wel waard, want het is echt prachtig. Echt zo mooi. Dus wij hebben er helemaal zin in. Tur. Ja, nou, ik zou zeggen... Ik zou zeggen entree. Jij mag openmaken, Quinty. Oh, wat cute. Zo, dat heb je mooi gedaan. Oh, wauw. Oh. Heel leuk. Oh, kijk eens. Oh, en je hebt allemaal foto's bij. Samen naar... Oh, zullen we dat doen? Ja. Dat vind ik leuk. Dat vind ik echt recht leuk. Wat vind je leuk? Samen naar rechtszaak. Jullie kunnen lachen, maar ik vind het echt mooi. Ik ben liever katten, Catalania, katje.
en probeerde je stage te behalen, maar na slechts een paar weken kwam Huey je alweer ophalen. Café in the City, hier ben je graag met vriendinnen voor de sushi, pornstar martini en de heerlijke friet. Maar aan dit restaurant ga je zeker niet failliet. Klopt. Betalen is voor een gast een taak of je krijgt van een manager weer een drank. Kenneth! Allereerst ga je jezelf vol sminken. Dit doe je al. Sneaky. Daarna ga je lekker partyen. Weet je dat ze met je geila doen? Daarna ga je veel drinken en vooral veel gratis krijgen. En dan ga je kotsen en dat is Kat's favoriete kotspoel. Centraal station! Dat was echt niet normaal. Dat was echt niet normaal. Ik heb echt op iedere hoek van Centraal station gemaakt. Ik vind het zo leuk dat je dit hebt gedaan. Nou, Kaat. Wauw! Wow. Ik zou vragen waarom. Een mooie borstel. De drankjes komen weer aangevlogen. Hey. Hey. Maar, na de F komt de G van. Gilles! Gilles. Kat gehad. Zo, dat is een flink kat, hè. Degene hier het. Zullen we het actie doen, hè? Okay, hoe gaan we het doen? Wacht even, Kat, jij moet je mond houden. Jij zegt. Vijf. Jij zegt. Vijf. Ja. Wat? Nee, ik wil een vier zeggen eigenlijk. Oké, okay, jij. Vijf, vier, zes. Vijf. 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 Zes. Vijf. Zes. Jullie zeggen allemaal vijf, omdat iedereen vijf zegt. Inderdaad, een loser. Ik heb hier een pukkel, geen zuurzoen. Oh. Nou, dat is in ieder geval fijn dat dat duidelijk is. Oh, lekker. Wie heeft nog niks? Bootje. Bo, jij krijgt lasagne van mij. Zo lekker, oh my god. Dank je. Kati, happy birthday to you. Baby, jij bent sexy. Knappy, fucking. Amazing, Kati, happy. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik ben net wakker. Het is 10 uur. Echt vroeg, want ik lag er wel laat in. Waar is hij? Gisteren, ik heb gewoon echt een van de beste verjaardagen ooit gehad. Ik had niet verwacht dat het gewoon zo speciaal zou worden of zo. Zeg maar, een 21 dinner is altijd wel fucking veel geregeld. wat ben ik wit ook zeg. Maar gewoon dat ik ook zoveel terug heb gekregen van de meiden. Ze hebben zo ontzettend veel georganiseerd. Ze hebben een songtekst geschreven op een lied. Ze hebben een soort ABC quiz gemaakt. Echt zo grappig. Een hele video in elkaar gemaakt met vlogs. Echt vanaf vlog 1 tot aan nu. En allemaal stukjes uitgepakt die bijzonder waren en leuk en grappig. En alle stukjes wanneer ik mijn stopwoordjes gebruikte. Dus daar zit ook zoveel werk in. Het is gewoon zo speciaal dat er, of ja, dat je mensen hebt, daar heb je echt geluk mee. Die moeite voor jou willen doen en die zoveel willen regelen voor jou om jouw avond speciaal te maken. Ik vind dat echt mega mooi. Dus super blij met al mijn lieve vriendinnetjes en met alles wat ze voor me hebben geregeld. Ik ben echt very happy. Ik ga stuk, ze hadden ook allemaal, ze hadden ook gewoon letterlijk allemaal een soort vlog gemaakt. Als in hoe ik het altijd doe. Met precies de dingetjes die ik dan zeg en zo. Ik moest echt zo hard lachen. Dat hebben ze zo leuk gedaan. Ik heb echt met tranen in mijn ogen die video van net zitten editen. Het was zo'n mooie avond. Ik heb bij sommige stukjes helaas wel de muziek eruit moeten halen, omdat ik anders een auteursrechtenclaim kreeg. Dus ja, dat is iets minder. Maar ik ga wel die video die Isa heeft gemaakt als recap van echt de afgelopen 2 jaar wel op mijn kanaal zetten. Er komen dan geen advertenties in voor, maar hij is zo mooi. Ik moet hem er echt op zetten. Hij is echt een prachtig video.
Het is nu 12:30. Ik ga gewoon de vlog online gooien. Ik ga vandaag ook niks meer doen. Vanavond alleen even eten met Mar bij Loetje. En dan hou ik deze video lekker voor gezien. Het was echt zo prachtig gisteravond. Dus ook bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. En dan wordt mijn haar gedaan. Dus benieuwd. Bye bye.